voorbij rijden is Carlos van Hees. We zien uit Assen Nick Keijer, de IJsselkrossers met Niek Stortelers, de Twentse Ros met Koen Tjink, FCCL Stef Hollander, de Flying Bikes met Jurre Alma, de Lofsprinters Noah Hamerling, en last but not least Flying Bikes met Rick Oudendorp. Helemaal goed met de start van Hees. Dus hij moet wel goed gemaakt in de loop van deze taart. En we gaan kijken tot hij dat hij een heel goal komt als hij iets doet. Ja, hij heeft al een beetje wat van Hees. Hij heeft ook voor degene die er vooraan gaat. En dat is iemand in de Keijer. Keijer is ook erg sterk. Wat kan Van Hees nog brengen? Gaat hij in één, gaat hij niet mee? En we gaan naar het technische stuk. Hier gaat het erom wie de meeste techniek in zijn benen heeft. Het is Van Hees die toch enigszins dichterbij komt gaan. Maar de lijn van Keijer lijkt ook goed te zijn. Wat gaat er gebeuren? Gaat er nog een aanvalletje komen? Op het laatste stuk. Ja, er gaat een aanvalletje komen. Maar gaat helaas de kampioen en dat is niemand minder dan Nick Keijer.